En dan het onderwerp waarvoor we u hadden gevraagd, minister, is dat we op internet hebben gelezen dat de bouw van de quarantainbrug uitgesteld zou zijn naar de volgende regeerperiode en dat u dat gezegd zou hebben. Nee, dat is niet correct. Ik heb waarschijnlijk gezegd dat de bouw van de brug is geen verkiezingsissue. Dat mag nooit, dat heb ik vanaf dag 1 gezegd. Ik heb gezegd, je gaat misschien de bouw van de brug niet af hebben voor 25. Dat is wat ik heb gezegd, ik herinner me. Ik heb gezegd, de bouw van de brug gaat niet voor 25 mei af kunnen zijn. Dat is onmogelijk. Maar het is de bouw van de brug is gaat op 3 jaar. Ik heb gezegd, als we de eerste paal kunnen heen voor 25 mei, dan zal dat goed zijn. Of als we de start kunnen geven, zou dat fijn zijn. Maar dan hangt helemaal af van groen licht van de presidenten van beide landen. En het financieel beleid van de minister van Financiën, wanneer hij ons goed kroonleg geeft, dan kunnen we starten. Wij, het technisch team van beide landen, is ready. Dus, omdat de technische uitwerking ready is om te starten. Maar ik begreep dat er een soort meningsverschil is over de financiering. Nee, dat is mij niet bekend. Integendeel zijn er nu, en dat is waar, met de FID zijn er heel veel aanbiedingen over de financiering binnengekomen. Maar wij gaan ons voorlopig even houden aan de aanbieding die we hebben van het bedrijf. Dat is de eerste keus die we doen. En dat wordt uitgewerkt nu door de minister van Financiën van beide landen. En dan horen we wanneer we groen licht hebben. Maar wat is het traject nu? Wanneer wordt de eerste paal gaat de grond in? Nou, kijk, beide regeringen hadden graag dat de brug zeker gestart was in hun ambtsperiode. En ik denk het zou nog altijd leuk zijn als we die start kunnen maken. In de ambtsperiode van de huidige regering, van beide regeringen hoor. Dat was de ambitie. Dus laten we de ruimte geven aan hun. Kijk, technisch kan alles, maar financieel moet dat ook kunnen. Dus de vraag is of gestart zal worden met de bouw van de brug gedurende deze regeerperiode. Oh ja, nee. Dat ik ga geen antwoord kunnen geven daarop. Maar zodra ik antwoord heb, zodra ik groen licht krijg, gaat u het ook horen van mij. Ja, dus eigenlijk hebt u het blijkbaar uitgelegd, vandaar dat bericht op internet, dat de bouw niet gerealiseerd zal worden tijdens deze regeerperiode. Nee, klopt, want de bouw duurt 3 jaar. Dus dat is onmogelijk. En dan het slotvraagje, minister Nurmohamed, de bouw van de Saramaka-doorsteekbrug. U had gezegd, wellicht zou het kunnen dat het in december open gaat. Ja, ik heb nu begrepen, de technische oplevering was normaal van ons contract gepland voor 30 januari. En we hebben toch gekozen voor veiligheidseisen. Om dat te houden op januari 2025. Dus we kunnen ons beginnen voor te bereiden op de gigafiles vanwege de kerstdrukte. De kerstdrukte is al begonnen, dat klopt. Dank u wel. Ja. Dank u wel, minister. Had u tot slot nog wat op te merken? Nee hoor, nee, alsjeblieft. Dank u wel en een goede dag verder, minister. Ja, hoor.